Harde werken werd eindelijk beloond. Na eerder al een mooie thuisoverwinning op Heracles heeft de ploeg zich met 34 punten nu veilig gespeeld na de mooie overwinning in de derby van het Noorden. Wat vooral ook voor trainer Ole Tobiasen voor opluchting zorgde. Dat was inderdaad wat je zegt, een hele grote opluchting. En dat hebben we ook gevierd na de wedstrijd. En ook een heerlijke vrije dag gehad waar je wel van kon genieten. Ja. De blijdschap is terug, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Ja, en hoe anders was dat een paar weken geleden nog? Hè? We hebben heel lang naar beneden moeten kijken. Ja, van, als we niet echt in de gevaarzone gaat komen. En daar hebben we echt hard voor gewerkt om uit te komen. En dat is gelukkig ook gelukt. Ja. Het is gewoon mooi om te zien hoe jongens groeien de laatste maand. Of nog zelf langer. Ze raken steeds fitter. Ja, een nieuw systeem. We worden steeds meer ingespeeld op elkaar. Los van dat we ook nog terug kunnen switchen naar een ander systeem. Maar ja, je merkt wel dat we meer als team functioneren. Dat ze elkaar leren kennen. En dat we ook gewoon steeds fitter raken. Maar ja, we moeten niet vergeten waar we vandaan zijn gekomen. Qua resultaten, maar ook jongens die we binnen hebben gehaald. En ja, dan heb je vaak over een proces. Maar die proces was er geen tijd voor. Je moest gelijk presteren. Ondanks dat je wel spelers binnen hebben gehaald die eigenlijk niet wedstrijdfit waren. Ole Tobiasen begon natuurlijk dit seizoen als assistent van trainer Johnny Jansen. Maar na zijn ontslag begin januari nam Ole het hoofdtrainerschap over. Hoe kijk je terug op die periode dat jij nu hoofdtrainer bent? Het is altijd lastig om iets over te nemen. Ja, we zaten ook niet lekker in de flow op dat moment. We hadden heel veel wedstrijden verloren. Kreeg je wel een nieuwe energie in je ploeg met spelers die vertrekken, maar ook spelers die natuurlijk komen. Ja, in die fase hadden we eigenlijk prima wedstrijden gespeeld. Maar zoals het hele seizoen bijna, ja, dan hadden we problemen om te scoren. Ja, en dat zie je nog steeds aan onze doelsaldo. Ja, maar 28 doelpunten gemaakt in 29 wedstrijden. We krijgen gelukkig ook maar 38 tegen. Maar goed, dat heeft ons heel veel punten gekost. Ook in de wedstrijden waar we eigenlijk misschien zelf de bovenliggende partij, maar dat verloor je toch. Dus zelf met de nieuwe energie wat we in de ploeg kregen, ja, die kreeg ook een beetje klap op klap in het begin. Ja, tot het moment dat we dan van systeem gingen veranderen. Ja. Begonnen weer steeds meer energie te komen. Spelers kwamen in andere posities terecht waar we zich ook graag in willen hebben. En dat heeft goed uitgepakt. Ja, want wat was jouw idee in het begin? Was dat echt van, laten we dan in ieder geval maar niet verliezen? Zo denk ik wel. Op een gegeven moment moet je punten bij elkaar spelen. Ja, en dan is het, als je niet een wedstrijd kan winnen, ja, dan moet je sowieso voor zorgen dat je één punt pakt. 0-0 bij Willem II Heerenveen. Een stand die past bij de vorm. Ja, we zijn heel vaak ook gewoon goed begonnen aan wedstrijden. Ja, dat er soms niet loopt, voetballen gezien, of dat je net niet je doelpunt maakt, is wat anders. Maar ik kan niet zeggen dat die spelers in wedstrijd minder zijn begonnen of zonder zelfvertrouwen het veld in zijn gegaan. Nee, iedere keer met goede bedoelingen. Alleen, ja, je maakt dus zelf heel moeilijk een doelpunt, waardoor je ook moeilijk in wedstrijd kon winnen. En ja, dan is het wel heel prettig dat het dan defensief in ieder geval wel staat, hè? Als het dan voorin niet lukt. Nee, dat klopt, ja. En dat is niet alleen nu, dat is een heel seizoen. Dus we staan niet voor niks in de top 6 qua doelpunten tegen in ieder geval. Alleen, we hebben echt heel weinig gemaakt dit seizoen. Hopelijk kunnen we daar een kleine verandering in brengen de laatste 5 wedstrijden. Ondanks dat het wel een hele moeilijke wedstrijd wordt, met name onze uitwedstrijden op papier. We zitten gewoon in een hele andere fase in één keer. En dat is het natuurlijk mooi. Ja, we kunnen omhoog kijken. We hoeven niet meer naar beneden te kijken. En iedereen heeft nu over, je staat maar 2 punten van play-off Europese voetbal. Dat klopt. Maar wat ik net zei, we hebben gewoon een heel moeilijk programma. Dus ja, we willen heel graag proberen om daar terecht te komen. Maar we moeten gewoon per wedstrijd bekijken. Ja, wat voor resultaten haal je tegen AZ? Ben je nog steeds afhankelijk van anderen? Van andere tegenstanders. Maar goed, we zien het wel. We willen echt presteren de laatste 5 wedstrijden. Laat dat voorop stellen. En hoe ver dat komt, dat zien we dan wel. Nog 5 wedstrijden te gaan dus. En voor volgend seizoen is inmiddels de nieuwe hoofdtrainer bekend.
Volgend jaar komt de huidige trainer van Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen, voor de ploeg te staan. Nou, heel positief. Ik ken Kees niet heel goed. We hebben het laatste seizoen het tegen elkaar gespeeld in de KKD-divisie. Ik heb hem even op de app gehad om te feliciteren met zijn nieuwe functie hier bij deze mooie club. En hij heeft me daarna ook in app teruggestuurd, gefeliciteerd met de 3 punten als we gewonnen hadden. En hij is even kort op het stadion geweest, een keer waar we kort met elkaar gesproken hebben. Maar verder niet over de toekomst, dus dat moet nog komen, ja.